En... Wow, wat? Hij heeft echt gekke dingen. Hey kijkers, vaker al de Sturms. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe TDT Surfer Survival. Het vuurwerk, joh. Maar wat had Matt had iets? Ja, Matt. Laat Matt... eens zien wat je hebt. Oké, waar gaan we heen dan? Nou, ik weet niet. Hij lead the way. Oké, en dan volgen we Matt. Matt moet wat laten zien, maar wat? Ik zou het niet weten. Ik heb echt geen idee. Want het was belangrijk, zei hij, maar het moest voordat hij wegging. Ja, hij wou offline, maar... Ja, hij wou offline en toen zei jij van, nou, laat maar zien en dan volgen we hem. En wow, Matt lekt wel heel erg hard. Ach, ja, boeien. Jij rent gewoon heel soepel, jij rent heel, heel vloeiend. Ach. Matt is... Hey, een button. Wat? Oh, ga eens in staan. Nee, ga jij maar. YOLO. Oh jezus, ik kan gewoon onder in het water. Wat is dit dan? Ah, kom maar. Ze hebben gewoon een geheime hut gemaakt hier. Oh, GG, gewoon onder de troonzaal. Oh, stel, er komt 80 man op je af. Ga je gewoon daar staan, druk een knopje en zeg je bye bye, maar dan fucker is en dan ga je gewoon onder de BV. En gewoon doei, kalle man. Oké, GG. Wat gaan we doen, Giel? / ja. T-span, want anders komen we niet uit. Ja, kom maar naar mij toe. Ik heb home hier. Oh, / TPA Giel V1. Oh, nice. Oké, dit troon is best wel nice geworden eigenlijk. Je hebt hier nog wat decoratie neergegooid. Ja, hadden ze trouwens de beelden al gezien en alles? Dat weet ik niet. Volgens mij niet. Nee, volgens mij ook niet. Maar het heeft best wel wat sfeer gekregen. Oh, trouwens, wie heeft trouwens een rode carpet neergelegd? Weet ik Val niet. Val me even op. Trouwens, we moeten dit, realiseer ik me, moeten we even wat anders voor gaan maken. Maar dat leg ik je later nog uit. Ik mocht niet te veel vertellen altijd in de, hoe heet dat, in de video. Want anders hebben mensen ons geheimen doorgeheel. Maar we moeten wel wat gaan doen vandaag. Want vandaag hebben we dus een taak. En vandaag is de taak. Wat gaan we doen? Nou, zoals je weet willen we huisjes voor de residents, voor de inwoners. Ja. Maar ja, we hadden hier al een mooie plek gekozen. Ja, ik heb daar al een mooie plek uitgekozen. Giel. Dat is al een beetje doorgewerkt. Giel. Een en ander is al gebeurd. Dit klopt niet. Skype lekt. Mijn Skype lekt. Giel, jouw Skype lekt. Mijn Skype lekt niet. Maar oké, okay. Nee. Hallo. Het is altijd, ik ben het altijd, hè? Ja, waarom ligt hier niks in zo? Lelijk zo. Ja, het is er niet af. Het is under construction. Ja, maar het moet in één keer goed zijn. Kijk. Wacht even hoor, Matt geeft Matt, ga nou niet in me staan. Kst. Matt, kst. Hij heeft mij Swagger Boy leggings gegeven. Swagger Boy helmet. En... Wow, wat? Hij heeft echt gekke dingen. Feather Falling 4. Oh my god. Dit is wel de shit. Peace. Nou, Brandon gaat. Doei, Brandon. Even kijken. Slaap. Lekker. Oh, ik heb 42 golden apples. Wat moet ik ermee? En toen mij, ja, iets aan mij geven, denk ik. Moet je ze kopen? Kopen. Ik geef je de stack. Okay, kom zo'n step voor. Dat was wel een goede deal, toch? Ja, oké. Okay, nou, vooruit. Even kijken. Ik heb ook nog een strength potion. Hebben wij ooit zo'n keer PvP tegen elkaar gedaan? Kijken wie de sterkste is? Ja, dan weet ik weet het antwoord al. Oh, wie dan? Ik natuurlijk, nee. Ik weet zeker, ik val zo hard in PvP. Let op, hup, barbetruc. Met zijn verder valling. Tuurlijk. Hup, barbetruc. Kom dan, pussy, hè? Ja, dan heb ik zeker dat ik doodval. Wie is daar? Ah, dat is Jomat, bro. Hij heeft een headshot gekocht. Oh, nice. Genial. Hij heeft gewoon een diamond blok als hoofd. Kiel, we moeten hier wat huisjes gaan bouwen. Dat was ook jouw idee, was ook mijn idee. Ja. Alleen... Wat mij wel vet leek, als je een beetje een huisje half in de berg, half uitstekend... Ja. Dat, je kan erbij, ben ik een keer in Duitsland, Oostenrijk, iets bergachtig geweest. Ja. Ja, oké, okay. Iedereen mag weten, je bent inderdaad net uit Oostenrijk terug. Maar ga verder. Nee. Nee, ik kom uit Frankrijk. Oh, ben je in Frankrijk wezen skiën? Ja, in de Alpen. Oh, dat mag ook. Oké, okay, ga verder met je val. Mag het. Hey, en dan steek ik die huisjes half in de bergen. En alles is aangepast op de bergen. Dat ziet er echt vet uit. Ja. Dus ja, dat gaan we ook doen. Oh, hier is dat plateau. Lol. Kijk, hier is een plateautje. Hier kan je al wel wat bouwen. Alleen de bergranden moeten wel wat mooi gemaakt worden. Ik wil dat allemaal van steen. Dus iedereen die dat van steen wil gaan maken, mag het helemaal mooi van steen gaan maken. Kijk, ik heb hier een plateau, Giel. Ik weet niet hoe het met jou zit. Ja, ik maak hier even een soort van hoekhuisje. Kijk, hier kan je. Nee, maar kijk, hè. Hier kan je. Nog... Ja, daar komt sowieso een huis. Ja, maar hier is nog eentje in de hoek vrij, hè. Kijk, hier. Ah, ja, nice. Kijk, hier kan je wel iets heel tofs van maken met pilaren of zo. Ik krijg nog meer golden apples. Stop! Heb jij gewoon stone, trouwens? 5. Kan je hier dit gat opvullen? Niet, ja, hier. Oh, ja. Hier. Eén gaatje, zo. Top. We zouden hier bijvoorbeeld een heel hoekje uit kunnen hakken. Dat net lijkt alsof het een echte berghuis is. En dat jij een half huis buiten de berg hierin bouwt. Dat was super ziek.
Dus dat je de halve berg in je woonkamer hebt of zo. Ja. Zou dat wat zijn? Ja, ik heb al vet ideetjes. Kijk, kom maar eens hier. Ja, ik ben helemaal aan het hakken. Ja, ik kom maar hier. Jij komt maar hier? Nee, ik kom hier zo kijken naar mij. Waar ben je dan? Kijk, hier komt een soort van looppad. Ja. Dat je hier zo loopt. Even kijken, waar zit het pad van... Daar bovenaan. Ja, dan maken we maar zo'n mooi padje hier naartoe. Ja. Komt allemaal goed. Hier komt dan het eerste huisje. Oh. Ik ga wel van verder af kijken, ja? Ja, ik heb trouwens wel hout nodig. Dus ik ga even naar de spawn toe. Ja, ik kan wel met je mee. Deze. Naar de gewone spawn? Dat is... dat is geld verpest. We hebben superveel dingen, Giel. Ja, ook hout. Ook hout? Vast wel hebben hout. Het kost me... Hoeveel kost dit? Kost 60 euro. Jemig! Voor een stekje. Doe even normaal. Wat? Dat is veel te veel. Voor een stek hout? Ja. Dat gaat u niet zomaar, dat doen. Dat zijn mijn eigen zakcentjes. Daar heb ik hard voor gewerkt. Lol, hoe kom ik aan 2 Witherskulls? Ik ook niet. Ik heb gewoon in 1 keer 2 Witherskulls. Je bent gewoon een Witherskull magneet. Ja, speciaal voor TDT-zwaard heb ik. Ik stop het maar een keer in de kist of zo. Ja, misschien hebben we de rest van de crew er wat aan. Ja, in mijn eigen kist natuurlijk. Zo, oké. Ik heb echt veel te veel troep. Ik hoor hier de hele tijd iets met redstone opengaan. Dat kan. Wat is dit? Weet je wat? Oh, ik heb het al. Ik weet al wat het is. Sugarcane fabriek. Zitten ze weer illegaal wiet te planten? Pst. Jemig, wat hebben we er veel, joh. Hebben we een sugarcane plantage, ja? Oh. Hm? Nee, dat weet je niet. Is er iets mis? Yep, ik heb hem gesloopt. Oh, hij moet alles weer slopen, hoor. Wat ben je nou weer aan het doen, jongen? Altijd alles slopen. Ik weet niet hoe dit moet. Ik ga maar gauw weer weg. Nee, ik heb niks gedaan. Ja, mensen van de sugarcane farm, als je dit ziet, repareren. Niks gedaan. Het kan nog in ik heb appel. Hou gewoon op. Ik heb gewoon niks gedaan. Ja. Wow, wat hebben wij voor paarden. Ik ga even verder kijken. Wat hebben we hier nog meer trouwens? Onze villetjes zitten hier. Ja, voor de rest, Giel, waar ben je dan? Jij bent op de spawn. Nee, ik ben bij het huisje. Waar ben je dan? Ik zie je niet. Het huisje waar ik aan het bouwen was. Ben je daar nou alweer? Ja. Oh, hier zijn de villetjes. Oh, mijn hele stad. Ik snap er niks meer van. Oké, hier is de trap omhoog. Gewoon een doolhof geworden voor ons. Ja, dat is niet normaal. Oké, ik ga omhoog. Hallo. Hier, water. Magma crème. Crème de la crème. Even kijken, dan gaan we omhoog. Hallo. Durp. Oké, dan gaan we even kijken bij Giel hoe het ervoor staat. Ja, kijk even hoe het eruit ziet van boven. Dit is tot nu toe alleen nog maar de muur, maar gaat om het idee, hè? Oh, dat is wel heel vet. Oh, ik heb mijn idee perfect uitgewerkt. Het ziet er alleen een beetje blokkerig uit, maar... Ja, dat het omheen moet nog een beetje gehakt worden. Ik ga even kijken hoor, kan ik deze sprong maken vanaf hier? Ja, oké. Wee. Oh, I love feather falling. Oh, jammer dat ik je niet eraf kan slaan. Ik wist het. Nou, want het is agressief, joh. Moeten we de boeien een beetje uithakken of zo? Ja, meestal niet erg. Maar hierboven moet het wel een beetje natuurlijker gemaakt worden, dus... Ja, dat is niet mijn beste beroep. Nou ja, op zich. Uithakken. Hoe ver wil je het uithakken hebben? Ja, het is gewoon natuurlijk. Dus niet alles moet recht zijn. Gewoon echt... Ja, kijk wat ik doe dan. Ja, wacht even. Hier. Ik ben even mezelf aan het redden hier. Ik heb mezelf, laat maar zeggen, een hoekje geschilderd. Kijk hoe perfect dit eruit ziet al. Ik voel bijna de afgrond in. Dit ziet er echt perfect uit. Ook al hak ik het zelf, zie je? Te perfect. Kijk, zie je dat? Dit lijkt me natuurlijk. Als je een beetje onregelmatige vormen. Ja, maar dat hierbinnen mag je wel even het huisje uithakken, zodat je het in kan richten. Of zodat het ingericht kan worden. Waar? Hierbinnen. Dat doe ik en dan zeg je nee, dat wil je niet. Oh, jij bent ook zo'n vervelende jongen soms ook, hè? Nou, ziet het er goed uit zo? Ja hoor. Ik ben helemaal tevreden, Vincent. In plaats dat je zegt, ik ben trots op je, dan zeg je altijd, ik ben tevreden. Vincent, bij deze, ik ben hartstikke trots op je. GG. Kijk hoe vet die berg ik hem heb uitgehakt. Moet ik dit helemaal eruit hakken, al dit zo hier zo? Nee. Gewoon even hierop focussen. Maar kijk, vanaf hier, laat maar zeggen, vierkant, zie je dat? Waar ik hier sta. Mm-hmm. Tot jou, hoor. Gewoon een beetje gebruikt. Recht. Matthijs, waarom typ je woorden die ik lees, wat ik zeg? Wauw, ga je serieus aan de hand daarvan antwoorden? Ja. Jij bent zo noob. Je kijkt gewoon naar wat iemand in de chat zet. Dus ik moet nu zeggen, ja, schri. Nee, maar ik wou wat zeggen. En in één keer zag ik dat woord. En ik denk, oh ja, wat laat ik dan maar zeggen, zal wel goed komen. Oké, dus als ik zeg van, ja, inderdaad, Giel moet leren met dat dia niet. Dat belangrijk, omdat de server niet zo wil, ja? Ja, ik ga het op morgen. X. Oké, doei schatjes. Oh, wauw.
Oké, ik heb dit uitgehakken. Gehakt. Jemig, ik ga ook gewoon half dingen lezen die er niet staan. Oké, wat wil je nog meer daar trouwens? Want als dit zo eruit is, dan heb je toch best wel veel ruimte weer, hè? Ja, mag je even een vloertje leggen alvast. Wat voor vloertje weer erin? Een mooi houten teak. Heb ik niet. Hier, succes. Gewoon hout, of? En kun je ook even hout halen, alsjeblieft? Wauw, nog meer vragen, meneer? Of het nog sneller kan dan door niet te zeiken. Wauw. Maar nog meer hout halen, waar moet ik nog meer hout halen dan? Bij de shop. Wat voor hout? Spruce. Spruce. Ik heb echt spraakgebrek vandaag, joh. Oké, slash spawn. Oké, dan gaan we naar de shop. En kun je ook stone bricks meenemen? Ik weet niet of die daar zitten. Ook nog stone bricks. Het is gewoon een boodschappenlijstje. Echt, hè? Je moet maar zo zien. Als jij die dingen allemaal haalt, dan heb je daar ook wel mooie huisjes hier staan. Maar ja, dan moet je zelf bepalen of je dat waard vindt. Kijk, stone bricks. Klei. Nee, ik zie hier niks. Even in de VIP shop kijken, ja? Nee. Mag gewoon stone ook voor stone bricks? Nee, hè? Gewoon stone, ja, dan maak je stone bricks mee. Dus, Hoeveel moet je er hebben? Stekker 2. Dan komt het wel helemaal goed. Dat is meer dan genoeg. En wat moest ik nog meer hebben, zei je? Hout, hè? Hout. Om een dakje te maken. Waar heb jij hout in vredesnaam gekocht? Gewoon een normale shop, links. Dark oak moet je hebben. Nee, gewoon normaal. Spruce. Dat is zo moeilijk, Vincent. Ja. Ik kan slash head kopen. Goeie. Ja, zeg ik niet. Oh. Nee, ik kan gewoon slash head kopen in de TDT shop als ik wil. Ik kan alles kopen in de TDT shop als ik wil. Ja, maar hoe duur is het? Duur. Ga ik ook niet doen. Oh, ik zie het. Spruce moest je hebben, zei je? Ja. Ik heb 3 stacks. En 1 stack gewoon. DPA geel. Oké, ik ben hierbij. Ik ga je nu alles geven, ja? Toonbricks moest je ook in één keer hebben? Ja, doe maar. Oké, hier. Ik krijg even mijn wortel. 3. 4. Ik heb nog. Moet je even mijn shit vast houden? 1, 2, 3, 4. Jongen, wat versta je onder 2 stacks? Gewoon 20 3, of zo? 4. Hallo, jij laat mij boodschappen doen. Wil je dan ook even gewoon normaal naar mij luisteren als ik voor je boodschappen moet doen, ja? Zo goed? Ja. Maak gewoon een kist. Maak gewoon hier een kist. Dan heb je alles in één keer goed. Laat ik toevallig eens 2 kisten maar in mijn hand hebben. Ik zet ze hier wel even neer. Oké, ik zet alles bij jou in de kist waar ik niks mee te maken wil hebben. Zo, hier, hop. Zo, lekker, kijk, als ik dit zo alles dump bij jou, dan is dit voor jou. Ben ik er vanaf. Zo, oké. Nou Giel, we gaan gewoon lekker de volgende keer verder met de huisjes. Mensen, allemaal hartstikke bedankt voor het kijken naar deze nieuwe TDT Survival. We gaan verder. Mocht jij ook zoiets hebben van, ja, jullie moeten dit of dat ook gaan bouwen daar, dan gaan we daarmee bezig. Mensen, vergeet even niet op het duimpje mogen te drukken. Abonneer op The Build Freak, mijn kanaal, de Sturms. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer bij een nieuwe TDT Survival. En wat moeten wij gaan doen volgens jullie de volgende keer? Laat het achter in de reacties. En zeg ik tegen jullie, ciao! Yo!